Esther Gerritsen schreef toneel, schrijft scenario, columns, verhalen en romans. Ze heeft 12 boeken op haar naam staan, waaronder bijvoorbeeld het Boekenweekgeschenk van 2016. We gaan het hebben over De Terugkeer, jouw jongste roman. Het is een rijk boek. Het is een detective, maar ook een kleine gezinskroniek eigenlijk. Hoe ontstond dit? Hoe is De Terugkeer voor jou begonnen? Ik denk dat het begonnen is bij ontmoetingen met een dementerende tante van mijn verloofde. En dat ik toch dacht steeds weer hoe natuurlijk het is om alle tijden in je leven door elkaar te halen. Dat op het ene moment je 10 bent en op het andere moment ben je 80. En hoe ouder je wordt, hoe meer verleden je hebt. Dus hoe meer die dingen door elkaar kunnen gaan lopen. En daar begon het. De Terugkeer is een roman over een gezin waar zich een ramp voltrekt eigenlijk. Vader Gerrit pleegt zelfmoord. En 20 jaar later woont moeder Johanna op Ibiza met haar vriend. En zijn de kinderen natuurlijk uitgevlogen. Maar bij een van die kinderen, bij Jenny, die was 5 toen haar vader overleed, is er iets blijven knagen. Zij gaat op onderzoek uit. Ze vraagt zich af, heeft hij het echt zelf gedaan? Ja. Of is er wellicht sprake van een misdrijf? Jij schrijft over Jenny. Degene met de minste herinneringen aan hem was de enige met de behoefte hem overal in te betrekken. Pas toen hij dood was, kreeg hij nut voor haar. Iemand om al je gemis en verlangens aan te wijden. Ja, als kind gaat ze op een gegeven moment, wil ze foto's van de vader ophangen. Als ze jarig is, dan wil ze het huis versieren. Maar voor haar is het natuurlijk op een bepaalde manier ook niet beladen. Ze kan al haar fantasie daarop botvieren. Maar dan uiteindelijk komen er toch een aantal feiten boven water. Dus ik denk, dat klopt gewoon niet. Het is gewoon eigenlijk nooit onderzocht. Ze hebben maar aangenomen dat hij zelfmoord heeft gepleegd, maar er zijn niet echt bewijzen voor. Het is een beetje slordig afgehandeld. Ja. In die tijd. Dus zij besluit, kijk, als het haar lukt om een onderzoek te openen, dat lukt je niet als daar geen aanleiding voor is. Dus ik denk, ik ga gewoon kijken, dan hoor ik het wel. Het boek opent met een passage waarin Gerrit nog leeft, dus eigenlijk een terugblik. En zich met grote moeite een weg naar de koelkast baant. Ja. Over de grond, kruipend. Hij eindigt in een plas Suderans. En dat wordt allemaal gezien door de 10-jarige Max. Ja. Het boek begint eigenlijk met die openingsscène. Gaat niet eens zozeer over hoe erg het is dat hij zijn vader zo ziek zit. Maar dat hij dan het huis uitloopt en aan een rivier gaat zitten. En zich realiseert, later wordt alles beter. Nu is het echt heel naar allemaal. Maar ik ben een kind, ik heb niks te zeggen. En later wordt alles beter. Vanaf nu gaat het alleen maar bergopwaarts, denkt hij. En, en als hij volwassen is, eigenlijk het hier en nu in het boek, realiseert hij zich, maar misschien was ik toen wel gelukkiger dan nu. Want nu is de tijd mijn vijand geworden. Nu moet ik nu gelukkig zijn, anders deugt er iets niet. Of er kan alleen nog maar iets misgaan. En toen was het, al het goede komt nog. Vader Gerrit merkte ook weer op vanuit zijn hiernamaals. Oh god, hij lijkt op zijn opa. Wat doet dat lijntje vervloekte mannen? Die opa was een gewelddadige man. En Max die begint opeens ook dat soort gedrag te vertonen. Ja. Nou ja, je geeft toch gewoon van alles door aan elkaar. Dus je kan het wel heel hard ontkennen. Zeggen, ik kom niet ergens vandaan, maar je komt altijd ergens vandaan. Als je nou als iemand van wie je houdt echt zo ongelukkig is, of gaat het zo slecht mee dat hij jou en je kinderen en iedereen dat beïnvloedt. En diegene is zelf ook ongelukkig met zijn leven. Dan is het natuurlijk een hele pijnlijke constatering. Iets wat je bijna niet durft te denken. Waarschijnlijk zou het beter zijn als hij er niet was. En tegelijkertijd is er geen oplossing voor. Dus eigenlijk, het is iets waarbij je eigenlijk niet te veel moet nadenken als mens. Dit is gewoon Hoe het is. En je moet er het beste van maken. Ja, tot hij inderdaad overlijdt. En dan zitten we opeens in een detective, in een whodunit. Hoe heb je dat aangepakt? Je hebt niet eerder een detective geschreven. Nee, het kwam er eigenlijk vrij natuurlijk van. Het ging natuurlijk gewoon over zo'n psychologische zoektocht door mij, van waarom wil iemand in het verleden graven, waarom wil iemand dat niet, wat zou voor diegene de beste uitkomst zijn, wat wil iemand ontdekken, bij welke waarheid heeft wie belang. En toen dacht ik, dan kunnen we dat toch ook gewoon echt onderzoeken, echt opgraven.
Letterlijk, ja. Letterlijk, er wordt gegraven. Het lichaam opgraven. Ja. En, ja, ik vind dat ook altijd heel lekker om te zien op televisie. En dat ze er allemaal, weet je, dat is natuurlijk bij uitstek een dood lichaam waaraan je nog kan zien wat er 20 jaar geleden is gebeurd. Ik weet niet of ik het lekker zou noemen, maar spannend. Spannend, zeker. Ja, ja. Nou ja. En normaal gesproken dacht ik altijd, ja, weet ik veel, dan moet ik het allemaal uitzoeken. Maar ik had net een tv-serie geschreven en daar hadden we een researcher. En dus nu dacht ik, oh, maar ik kan gewoon Vladimira vragen. Want die gaat dan met een forensisch antropoloog praten, met de politie, met een cold case team. En, dan, en die vertelt mij dan wat kan, wat mogelijk is. Wat kun je zien na 20 jaar? Ik was al met 3/4 van het boek en toen had ik een andere oorzaak van zijn dood dan wat het uiteindelijk is geworden. En dat kon ik gewoon omwisselen, omdat het anders niet kon, realistisch gezien. Want het ging me er vooral om dat het psychologisch bleef kloppen, dat het de een er belang bij had dat iets geheim bleef, en ja, dat de ander er belang bij had dat het niet geheim bleef. En je kan bijvoorbeeld belang hebben bij een geheim als je schuldig bent. Je kan belang hebben omdat je een ander probeert te beschermen. Dus je kunt de feiten nog veranderen zolang die psychologische belangen maar kloppen. Je zegt dat Gerrit van de andere doden hoort van, nou, het is ook nooit goed. Ja. Er zijn dus ook andere doden in dat hiernamaals, of andere zielen. Ja. Heb jij dat hele hiernamaals wel in je hoofd als een Nee. God zegt tegen mij ook, denk maar niet dat je het overzicht hebt. Nee. Ja, precies. Nee. Het blijft een. Is dat prettig, dat mysterie? Ja. Moet je je ervoor voorstellen dat je hier dan, hier ligt het dan. Zo, dit is het plattegrond van de hemel. En hier zijn de regels. En hier zijn de uitjes. Die heb je 3 keer per jaar. Daar moet je toch ook niet aan denken. Alsof je in een eeuwig verpleeghuis zit. Ja, dat je zo het hiernamaals, dat je zo het handwerk of zo, handleiding, dat zou bestaan. Nee, dus we hebben dat geen idee. Dat hoort wel een mysterie te zijn, ja. We zitten hier in een boekhandel. In Boekhandel van Rossum in Amsterdam. Wat is de boekhandel voor jou? Wat betekent de boekhandel voor jou? Dat is een van mijn lievelingsuitjes. Ik heb altijd een verlanglijstje. En dan ga ik het op zaterdag de hond uitlaten. En dan kom ik de boekhandel en dan ga ik op mijn lijstje kijken of het er is en zo. En dan, en dan weer van alles tegenkomen en te veel meenemen. Heb je ook de eeuwige ongelezen boeken die je heel graag nog wel wil lezen stapel? Ja. Ik heb heel veel. Ja. Maar dat is ook wel prettig, want dan is je huis toch een soort bibliotheek met allemaal boeken die, weet je, toch op je zitten te wachten. Ja, of dat je opeens denkt, oh, die heb ik gewoon. Ja. Ja, maar ik heb ook dus dat ik dan iets koop wat ik al heb. Dat vind ik wel erg. Ja. Oh ja, ja. Oh, ja. Dan heb je een cadeautje. Dan heb je hem dubbel, ja. Ja. Handig, hè, boeken. Maar ik vind wel heel, ja, dan heb ik ook nog een boekhandel waar ik af en toe koffie drink en zo. Ja, het is toch heerlijk.